Dames en heren, van harte welkom bij de allereerste aflevering van Studio Connect AI, een initiatief van de AI Hub Midden-Nederland, hier live vanaf het kantoor van de hoofdkantoor zelfs van de ROM Utrecht Region. Mijn naam is Remy Gieling, ik ben dagvoorzitter, presentator, host van verschillende podcasts en webinars, auteur van het boek Ontdek de groeikansen van AI. En ik ga in gesprek met ondernemers, experts, wetenschappers uit het ecosysteem van de AI Hub Midden-Nederland en om met ze te praten over hun innovaties, over de uitdagingen die ze tegenkomen en wat jij er thuis van kunt leren. In elke aflevering zoomen we in op één specifiek thema, een relevant werkveld dat middels kunstmatige intelligentie, robotica, machine learning, slimme algoritmes in rap tempo vernieuwt. En vandaag de dag is dat e-health. De komende 45 minuten gaan we het dus hebben over die wonderwereld van e-health. Er schuiven de komende 45 minuten verschillende gasten bij ons aan. En de twee zitten al in de startblokken. Ik heb er zin in. Ik stel ze aan u voor. De eerste is Xenia Kuiper, programmamanager sociale robotica bij Philadelphia Zorg. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. En Tim Leijnen, professor radiologie en founder van QuantipU. Ook welkom. Dankjewel. Ja, Xenia, ik wil het met jou gaan hebben over jouw werk met de robots. Maar laten we eerst heel even kort kijken naar een video. Goed idee. Heb je lekker geslapen? Ben je wakker, Lydia? Ik wel. Gelukkig wakker geworden. Dat is een goed begin van de dag. Lydia, je ziet er mooi uit. Fijne werkdag, Lydia. Dankjewel, Fie. Graag gedaan, Lydia. Bedankt. Goedemiddag, Fie. Ik ben er weer. Welkom thuis. Hoe is je werkdag geweest? Ja, dit is jouw geesteskind. De Pepperrobot. Al 6 jaar lang. Ja, dat klopt. Even kort, wat zagen we hier nou precies? We zagen een van jullie cliënten, patiënten, hoe noemen jullie ze? Cliënten. Ja, in dit geval zag je Lydia. En bij Lydia zijn we in 2017 voor het eerst begonnen om gewoon maar eens een sociale robot uitlogeren te sturen, zoals we dat noemen. Ja. Dus we hebben eigenlijk gewoon aan haar en haar ouders gevraagd van, zou er gewoon een robot 2 weken lang in haar leven mogen komen? En mogen we dat observeren, onderzoeken? Ja. En mogen op basis daarvan de robot doorontwikkelen? En wat was hun eerste reactie? Zij zeiden natuurlijk. Oh, ja, 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 zij waren zeer enthousiast. We hadden ze voorheen al wel kennis laten maken met de robot. Ja. Om te kijken hoe mensen erop reageren. Maar inmiddels is het uitgegroeid tot op dit moment 6 robots... die 365 dagen per jaar meewerken in de dagelijkse zorg. En we hebben geloof ik nu al richting de 50 van dit soort onderzoeksperiodes gedaan. Dus ja, Lydia is echt het begin van dat alles. Wat is de reden geweest dat jij 6 jaar geleden dacht van, ja, robots, daar moeten we misschien wat mee? Ja, het kwam eigenlijk een beetje per toeval voorbij in ons netwerk. Dat we erachter kwamen, hey, we zouden een robot kunnen aanschaffen. En wij geloofden heel erg in de potentie van sociale robots. Als onderdeel, als een stukje oplossing van de problemen die in de zorg eigenlijk steeds meer naar voren komen. Hè. We hebben best wel hoge werkdruk. Er zijn steeds meer groeiende personele tekorten. En er is een hele grote vraag van mensen zoals Lydia. Ik wil mijn leven gewoon onafhankelijk en zelf kunnen leven. En niet zo afhankelijk zijn van andere mensen. En ja, toen dacht ik van, een robot is wel een gewaarwording van dat potentieel. Dus hè, een iPad of een telefoon, fantastisch voor iedere gemiddelde Nederlander. Maar voor mensen zoals Lydia is het dat net niet. Je moet eigenlijk een zelfacterend technologie iets hebben. En een robot kan natuurlijk met jou praten en je helpen bij die technologie. Ja, nou, we gaan zo meteen hebben over de Pepperrobot, over wat jullie er precies mee doen en waar je tegenaan loopt misschien wel. En over het feit dat Lydia hem eigenlijk niet wilde wegdoen. Ja, dat klopt. Ja. Dat komt aan het eind van het filmpje, komt nog naar voren. Maar ik wilde eerst even naar jou, Tim. Je bent professor radiologie, co-founder bij een AI-startup, voorzitter van de ISMRM, de International Society for Magnetic Resonance in Medicine. Hele mond vol. Klopt. Auteur van 300 publicaties. Je moet gewoon meer uren in de dag hebben dan wij allemaal bij elkaar. Hoe doe je dit? Nou,
Dat is allemaal teamwork, dus daar kan ik kort over zijn. Ja, want je bent ook nog bezig met een nieuw boek, dus ja, het is niet dat, dat je werk aan het afstoten bent. Ja, klopt. Ja. Nee, maar in mijn werk als radioloog en wetenschapper heb ik de kans gehad om met hele slimme machine learning experts een aantal dingen te ontwikkelen waarvan wij denken dat die nuttig zijn voor de patiëntenzorg. En toen is met een aantal collega's het idee geboren om daar een bedrijfje omheen op te richten. Wat je vaak ziet is dat als een researchproject afloopt, dat een algoritme wat je ontwikkelt gaat dan eigenlijk dood op een laptop. Ja, precies. Die gaat de digitale archiefkast in. Ja, precies. Als het niet onderhouden wordt. En ja, wij vonden dat jammer, want we hebben het gevoel dat we nuttige dingen ontwikkeld hebben. Ja. En die wilden we graag naar patiënten toe brengen en naar ziekenhuizen en over de hele wereld. En, ja, want jouw onderzoek en het bedrijf waar je voor werkt QuantumView, die doet... heeft een oplossing bedacht voor CT-scans bij radiologie, toch? En specifiek de prostaat. Zeg ik dat goed? Nou, dat is een van de dingen waar we mee bezig zijn. Maar onze ontwikkelpipeline en de producten die we hebben zijn eigenlijk al breder, hoor. Dus we hebben ook neuroproducten. We zijn aan het werk aan een algoritme wat op basis van CT-scans informatie kan verzamelen over... hoe groot de organen zijn in de buik en hoeveel spier- en vetweefsel er is. Want dat blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van hoe het mensen zal vergaan met diverse ziektes. Mm-hmm. Dus daar zijn we ook mee bezig. En dan natuurlijk prostaat en nog wat meer zaken. Dus, ja. Ja, laten we dan daar even op inzoomen om het een beetje behapbaar te maken. Ja. Deze slechts 20 minuten die we hebben. Ik stel me zo voor. Je kan met kunstmatige intelligentie kan je saaie taken automatiseren. Dat is een van de dingen die je kan doen. Je kan ook beeldherkenning doen. Dat is de laatste 10 jaar is daar de laatste 20 jaar, 10 jaar, is er steeds meer mogelijk van geworden. En jullie hebben gekeken voor het gedeelte van die prostaat, van hoe kunnen we nou met algoritmes de diagnose laten ondersteunen? Ja, wat je ziet is dat MRI van de prostaat is best een ingewikkeld onderzoek. Mm-hmm. Er komt heel veel informatie op een radioloog af die beelden bekijkt. En ook zeg maar de artsen die onderzoeken aanvragen, die willen daar ook graag naar kunnen kijken. En wat we dus ontwikkeld hebben is een soort algoritme waarmee dat proces gestroomlijnd wordt en waarbij de radioloog geholpen wordt in de beoordeling van die beelden. Dus wat bijvoorbeeld het algoritme doet, is het berekent het volume van de prostaat. En dat is een heel arbeidsintensief klusje, zeg maar, waarbij mensen 10, 15 minuten bezig zijn om dat in te tekenen in zo'n scan. Maar dat gebeurt nu helemaal automatisch. Het algoritme wijst ook verdachte plekken aan, zeg maar, in de prostaat. Van zou het kanker kunnen zijn of niet? Mm-hmm. Maar uiteindelijk ligt dat oordeel natuurlijk bij de radioloog, om te kijken of dat klopt. Maar zo word je op een gestructureerde manier, dus door zo'n onderzoek wat heel complex is, meegenomen. En is hopelijk de kans op fouten kleiner en kun je ook sneller dat werk doen. Ja, hier is natuurlijk jarenlang onderzoek en werk aan vooraf gegaan, voordat dit systeem zo werkte zoals je het voor ogen had. Kan je heel kort vertellen wat daarbij is komen kijken? Hoeveel van die beelden hebben jullie moeten analyseren om het algoritme langzaam maar zeker te trainen, om een arts daarbij te kunnen ondersteunen? Ja, dat gaat om honderden tot duizenden beelden. Dus wat je dan nodig hebt is onderzoeken die gedaan zijn en waar experts hebben aangegeven van oké, hier zit de afwijking. En zo kun je dus met neurale netwerken een algoritme trainen wat dat uiteindelijk zelfstandig kan doen. En heel af en toe zie je nog dat er kleine foutjes in zitten, maar die kun je dan handmatig corrigeren. Ja, precies. Maar het is geen automatisch beslisboom, maar het wordt altijd natuurlijk als ter ondersteuning van gebruikt. Correct, ja, dat klopt. Ja, dus de radioloog blijft altijd in de lead bij het eindoordeel. En dat is maar goed ook, denk ik, want de huidige stand van zaken is al enorm veel beter dan dat hij een paar jaar geleden was. Maar het is nog niet helemaal autonoom te gebruiken, zeg maar. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Over de toekomst van de radioloog ook met de opkomst daarvan. Ik kan ook uren over doorpraten. Maar ik ga er zo meteen nog even op inzoomen. Xenia, die Pepper-robot. Die komt, je bent er nu 6 jaar mee aan het experimenteren geweest. Wat kan het goed en waar schort het nog aan? Wat zou je graag nog willen?
dan begin ik heel uniek met wat schorten aan. Het is natuurlijk nog best wel een onbeholpen robot. Ja. Dus hij kan van ontzettend veel meerwaarde zijn. Dat is dus wat hij goed kan. Hij kan ondersteunen in de structuur van de dag bij mensen. Hij kan je helpen herinneren aan zaken. Maar hij kan vooral ook heel veel sociale interactie met je doen. Waardoor je gewoon zelfverzekerd in het leven staat. Je kan meer dingen op je eigen houtje doen. Je kan natuurlijk met een robot eindeloos oefenen en nieuwe dingen leren. Ja. Even voor de kijker thuis, die wat minder thuis is in de robot. Kijk, deze robot heet Pepper. Die kan je gewoon loskopen. Hè? Dat is gewoon een ding, een Japans product. Die kan je ook gewoon voor je thuis bestellen. Ja, je kan deze, dit is een humanoid robot. En die kun je inderdaad gewoon kopen. Die komt van Softbank af, uit Japan. Ja. Het enige is, als je hem koopt, dan kan die in principe niet veel. Hè? Nee. Je kan een aantal aangeleerde kunstjes, maar in principe, raise your hij hand, is niet inzetbaar in de zorg. Ja. Dus ook toen wij hem kochten, in 2016 kochten wij er één. Toen konden we er ook helemaal niks mee. Dus wij ontwikkelen zelf met een samenwerkingspartner, de Innovation Playground. Wij ontwikkelen zelf de software voor die robot. En die software die ontwikkelen wij helemaal op basis van, ja, van hem elke dag vlieguren laten maken in de praktijk. En hij is ook helemaal gericht op sociale interactie. Dus wij richten ons op verbale aansturing. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat als je dan daarnaar kijkt, dan denk je van, ah, die robot die verzint dan zelf wat hij gaat zeggen tegen een cliënt. Maar dat is niet zo, toch? Nee, de robots die gaan geprogrammeerd de deur uit. Mm-hmm. Maar die robot die weet zich vervolgens wel goed te redden. Ja. Dus wij maken echt een gepersonaliseerd interactieprogramma, mm-hmm, voor een cliënt waar die dan verblijft. Daar doen wij best wel veel stappen qua intake en kennismaking aan vooraf. Hè. Dus wij verzamelen eerst heel veel informatie over die cliënt. Mm-hmm. Wat zijn ook de doelstellingen die die cliënt met die robot wil behalen? En wij stellen daar de interactieprogrammering op samen. Je moet je eigenlijk voorstellen dat ongeveer 40 interacties per dag zetten wij er dan in voor een cliënt. Mm-hmm. Waar moet ik dan aan denken? Van, hè? Neem je medicijnen misschien? Ja, dat is herinneren aan medicijnen. Het is ook bijvoorbeeld om je te stimuleren om je sociale netwerk te onderhouden. Soms geven cliënten... Wel je moeder is? Nou, bijvoorbeeld. Ja, maar het is zo dat heel veel mensen staan er niet bij stil dat veel mensen, ook mensen met een verstandelijke beperking, kunnen heel veel zelf. Alleen zij denken daar zelf niet aan. Hè? Dus ja. Zij hebben vaak een stimulans of een activering nodig van iemand die zegt van, heb je deze week al een keer contact gehad met je moeder? Is het een idee dat je daar nu contact mee gaat leggen? Maar er zijn ook cliënten die specifiek vragen van, ik heb een verlies in gehad in mijn omgeving en ik wil graag een stukje rouwverwerking doen met de robot. Kan de robot mij daarbij ondersteunen? Dus ja, de robot doet niet alleen maar leuke interacties, doet echt ook begeleidingsprogramma's op verschillende soorten thema's. Wat zijn de reacties van de cliënten? Ja, die zijn zeer positief. Natuurlijk hebben we ook wel eens cliënten die vinden bijvoorbeeld dat de robot nog wat te onbeholpen is. Hè? Ja. Robots en kunstmatige intelligentie worden heel snel met elkaar in combinatie gebracht. Maar de robots die wij inzetten, wij doen alles handmatig. Ik heb een robotteam van ongeveer 14 mensen. Omdat wij dus 365 dagen per jaar helpen wij die robot de hele tijd. Dus hij voert wel zelfs een programma uit. Maar zeg maar ongeveer 50.000 interacties. Dus dat zijn allemaal gesprekspakketten die geprogrammeerd zijn. Die heeft mijn team allemaal handmatig geprogrammeerd. Alle data die we verzameld hebben in al die jaren, die zijn we handmatig nog aan het analyseren. Dus wij zitten nu heel erg in die overgangsfase. Maar de reacties zijn ontzettend positief. En zeker met de langlopende onderzoeksperiodes, waar de robot nu een jaar bijvoorbeeld verblijft bij cliënten, komen we nu natuurlijk op het punt van, is het nog wel verantwoord om de robot weg te halen? En dat is dan misschien ethisch een uitdaging, maar het is een hele goede positieve bevestiging dat het dus een positief impact heeft. Dus de robot heeft echt zijn plek gevonden in het leven en in de zorg van deze cliënten. Wat denk jij, Tim? Zit hier de toekomst in van thuiszorg voor mensen met bijvoorbeeld een beperking? Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk als ik het zo hoor. Het lijkt me een mooie aanvulling op zeg maar de menselijke interacties. We hebben vanuit de AI Hub in Nederland ook gevraagd of aan een paar experts om hier blogs over te schrijven over dit thema. We hadden van de week een blog online staan. Ivo Broeders, chirurg aan het Beyander Medisch Centrum.
Hij introduceerde zo'n 21 jaar geleden robotchirurgie in de operatiekamer. Hij zegt eigenlijk ook, de volgende golf van technologische innovaties zie ik misschien niet zozeer bij ons in die robot, want die zijn er al, maar wel in de kunstmatige intelligentie gaan aansturen. Zie jij dat, denk je ook? Ben je het daarmee eens? Ja, ben ik het wel mee eens. Die algoritmes worden steeds slimmer. En het grote voordeel ten opzichte van, laten we zeggen, 10 jaar geleden, is die algoritmes kunnen zelf leren. Je geeft ze een uitgangssituatie en daarna kunnen ze slimmer worden en dingen beter doen door exposure aan nieuwe situaties. Ze kunnen dus leren. En vroeger moest je alles handmatig, elke situatie die je maar kon verzinnen, moest je zelf programmeren. Ja, precies, die 50.000 conversaties met monnikenwerk tot stand gekomen. Dat met de huidige generatie algoritmes kan zo'n robot, neem ik aan, ook zelf dingen leren en met nieuwe conversatiepatronen opkomen. En dat is een groot voordeel, denk ik. Dus. Is het ook jouw hoop dat de volgende stap misschien wel zal zijn? Dat Pepper ook misschien zelfstandig steeds ietsje slimmer gaat worden? Ja, dat is wel waar wij nu eigenlijk al de stap toe zetten. Want wij willen nu natuurlijk ook al naar een stukje geautomatiseerde interactieprogrammering. Want alles wat wij weten nu als mens hoe we een goed interactieprogramma kunnen samenstellen. Dus die spelregels kunnen we eigenlijk heel simpel leren, ook aan het systeem. Het enige is dat we natuurlijk dan een script of een algoritme nodig hebben die dat dan ook uitvoert. Maar alle informatie en alle kennis is er. En dat is ook de insteek van ons experiment bij Philadelphia. Als we als mens nou eerst zelf erachter komen van hoe stel je dan een programma samen, hoe kan die robot het beste worden ingezet, dan kunnen we het vervolgens, of we nou aan een mens leren of aan een systeem, we kunnen het dan ook aan het systeem leren. En in dit geval bijvoorbeeld even deze robot die wij dus V noemen. Ja. Deze robot die weet gewoon aan de hand van het antwoord wat iemand geeft, hoe die het gesprek moet vervolgen. Mm-hmm. Dus in die zin kan die robot één gesprek op heel veel verschillende manieren voeren. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn dat hij ook zelf onthoudt van, hey, daar moet ik nog eens op terugkomen in dit gesprek. En ja, wij zijn er klaar voor als mens, als robotteam, om te zeggen, nou, dit zijn de labels waar je op moet letten. Ja. En we gebruiken ook nog geen spraaktechnologie. Dat betekent dat er geen microfoon aanstaat, maar dat is wel echt een veelgehoorde behoefte van cliënten. Hè, dat we de spraaktechnologie kunnen gebruiken. Ja. Alleen dan zullen we aan de robot moeten laten weten, wat onthoud jij dan uit dat gesprek en wat doe je vervolgens dan met dat woord? Want er zijn heel veel factoren van invloed. Ik ga even kijken hoe we zitten in de tijd. Volgens mij zitten we er bijna doorheen. Kijk even naar de regie. Tim, dan wil ik eigenlijk even afsluiten met jou. Je bent hier al heel lang mee bezig. Je weet echt van de hoed en de rand van kunstmatige intelligentie en van je vakgebied. Hugo de Jonge zei laatst dat hij wel dacht dat radiologen binnen afzienbare tijd overbodig zouden worden. Dat studenten die zich nu aan het overwegen waren die richting in te gaan, zich nog maar eens achter de oren moeten knippen, moeten krabben. Ik denk dat je het een andere mening over hebt. Zeker, ja. Hey, ik denk dat ik nodig hem graag een keer uit om eens te komen kijken wat wij nou eigenlijk doen elke dag. Ja. En ik denk dat AI een enorme kwaliteitsboost kan geven aan het werk wat wij doen, maar het niet kan vervangen. De geneeskunde is en blijft mensenwerk. Patiënten willen ook graag met een dokter praten in plaats van met een robot, of uitsluitend met een robot. Ja, misschien kan het wel heel goed tot 80%, maar ja, je zou maar net in die 20% uitzondersgroep zitten. Ja, dat klopt. En je wil natuurlijk toch zeker zijn dat je tot de juiste diagnostiek en behandeling komt bij een patiënt. En dat is en blijft voor de afzienbare toekomst mensenwerk. Ja, dat is ook misschien waar ik dan echt mee af wil sluiten. Een vraag voor jullie beiden. Hoe meer ik met mensen spreek over het vakgebied van kunstmatige intelligentie, hoor ik steeds vaker terug, hoe meer je met AI werkt, hoe meer waardering je voor de mens gaat krijgen. Omdat je die vernuft van het brein, dat is heel moeilijk te automatiseren in alle gevallen. Helemaal mee eens. We begrijpen dat niet goed op dit moment. Dus totdat we dat begrijpen, is er geen generaliseerbare AI. Ja, volledig mee eens. En ook dat de mens en die technologie niet zonder elkaar kan. Ja, en misschien moet het ook wel niet willen. In ieder geval voor de doelgroep van Philadelphia-cliënten weet ik dat ze dat niet willen. Zij willen een mens en technologie.
Ontzettend bedankt, Xenia, Tim. Geweldig dat jullie er waren. We gaan even kijken naar een pitch van een start-up en dan zijn we terug met twee nieuwe gasten. Hi everyone, I'm Ignazio Leo from MoveShelf. Movement disorders have unfortunately large prevalence and social and economic impact. Developing a better understanding of human motion and of the effectiveness of treatments and rehabilitation strategies to restore mobility, it's a huge opportunity to relieve the burden related to such disorders. Movement analysis is performed in clinical gait labs using infrared 3D cameras and so-called motion capture technologies. Over the last 15 years, recent advancements in wearable technologies and computer vision are now providing movement analysis data and mobility metrics at an unprecedented scale. Unfortunately, there is no archiving and communication system that is designed to compound such data and to build knowledge through time, from longitudinal and population analysis, for example. Also, there is no direct connection to integrate these technologies in the information system of the hospitals, like in the electronic health records of the patients. As a result, clinical workflows are scattered, cumbersome, and represent a bottleneck in progressing towards objective healthcare of movement disorders. We built MoveShelf as a modern software that on one side connects with state-of-the-art clinical movement analysis technologies, including 3D cameras, wearables, and electromyography, and on the other side connects to the existing hospital systems so that the medical team can easily access insights from these measurements to reach objective clinical decisions. MoveShelf is built to securely centralize mobility data, past and present, and to compound knowledge from historical records using state-of-the-art machine learning used for pattern recognition and body tracking from videos, and to support quantitative data-driven decision-making from the medical team. Mobility is incredibly important for healthy urban living. Thanks to our background experiences, strategic partnerships, and focus in direction, MoveShelf and Utrecht are uniquely positioned to make a dramatic impact in healthcare of movement disorders. Want to learn more? Visit moveshelf.com or simply reach out by email. Thanks for listening. Bye everyone. En welkom terug bij Studio Connect AI, een initiatief van de AI Hub Midden-Nederland vanuit het hoofdkantoor van de ROM Utrecht Region. Bij mij aan tafel twee nieuwe gasten. Ik wil bijna twee nieuwe slachtoffers zeggen. Dat was wel heel erg dramatisch geweest natuurlijk. Hè? Twee nieuwe gasten. Aan mijn linkerhand, aan uw rechterhand, Roeland Pater, founder van Nori Health. En op rechts, voor mij, voor u op links, zit Peter van den Berg, co-founder van Device Analytics. Yes. Peter, allereerst voor jou. Jouw bedrijf lost een heel specifiek probleem op. En het komt uit een persoonlijke behoefte. Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Ik leef met de ziekte van Crohn, chronische darmziekte. En na de diagnose daarvan merkte ik dat zodra ik thuis kwam, zeg maar, na het hele ziekenhuisverhaal, een soort van zwart gat viel. En ik zelf maar een beetje moest uitzoeken hoe hiermee om te gaan, zowel praktisch als mentaal. En precies, daar kwam het wel op neer. En dat is zo gegroeid en uiteindelijk op zoek naar oplossingen daarvoor. Was er niet echt, afgezien van wat ondersteuning vanuit het ziekenhuis natuurlijk, van verpleegkundigen en dat soort dingen, maar niet echt. Ja, dat soort dingen, ja, maar inderdaad heel algemeen. Dus uiteindelijk is dat de basis geweest van Nori Health, waarmee we een coach hebben gebouwd. Die acteert als chatbot eigenlijk voor mensen om gesprekken te voeren tussen ziekenhuisafspraken in over alle factoren die van invloed zijn op de ziekte, maar ook op het mentale welzijn, op het sociale leven, op de kwaliteit van leven. Dus dat gaat van hele praktische zaken naar meer holistische factoren. En we gebruiken AI om dat te personaliseren. Dus om erachter te komen inderdaad wat is de situatie van iemand, wat heeft die persoon nodig en waar liggen eventueel de mogelijkheden om daar verbeteringen in toe te brengen. Ja, hoe je dat doet en waar je dan tegenaan loopt en wat er ontzettend goed werkt, daar gaan we het zo even over hebben. Eerst even naar jou, Peter. Je hebt AI gestudeerd. Ja. Dus ja. je zit op de goede plek vandaag. Ja, ik dacht het wel, ja. Je bent een software engineer van huis uit. En je bent terechtgekomen in de wonderwereld van spoedzorg. Dat moest wel even wennen zijn. Nou ja, zeker. Dat is ook niet waar ik zelf mijn achtergrond in heb.
Maar een van mijn co-founders, die heeft een stage gelopen bij een ambulancedienst. En daar eigenlijk als data-analyst, wat meer zijn achtergrond is, gewoon redelijk vrij rondgelopen en problemen opgepakt die daar speelden. Ja, en spoedsoort, dan moet je een beetje, dan kan je denken aan de eerste hulpkamer tot aan zeker, we zijn zelf begonnen binnen de ambulancezorg. Ja. Daar heeft bij een bepaalde ambulancedienst, UMCG Ambulancezorg, heeft hij zijn stage gelopen. En wat daar eigenlijk speelde tijdens dat hij daar werkte, was iets wat er veel speelt. Namelijk dat zij talentvolle mensen niet vast kunnen houden. Omdat spoedzorgorganisaties zijn vaak wat klein en hebben niet een hele grote data-afdeling. Ja, en, dus dat talent denkt van, ik ga eens kijken, ik ga eens rondsnuffelen bij een bedrijf die dat allemaal inderdaad, wel heeft. Inderdaad, en zitten nog wel eens in de uithoeken van het land. Wat ook niet direct het grootste talent trekt en vasthoudt. En toen hebben ze eigenlijk gezegd van, we vinden de dingen die jullie maken zo interessant. Kunnen we samen niet iets opzetten. Je bent gedwongen tot een start-up. Ja, precies. Ja, heel vervelend. Er was toch geen andere keuze voor je. Even kort, wat maakt die? Want jullie doen data-analyses onder meer. En jullie maken slimme algoritmes. Ja, eigenlijk bieden we in de breedste zin bieden we ondersteuning aan spoedzorgorganisaties door middel van datagedreven inzichten. Onze expertise zit wel op procesoptimalisatie. Dus niet zozeer de medische wereld, het medische stukje, daar zitten wij niet heel veel in. Mm-hmm. Maar vooral, hoe kan je nou je resources zo efficiënt mogelijk inzetten om efficiënte zorg te bieden? Ja, maar ik kan me voorstellen, zo'n organisatie van een ambulancezorg, die heeft bepaalde KPIs, hè? Key performance indicators. Ja. Die moeten bijvoorbeeld op tijd aanrijden. Ja, zeker. In ambulancezorg. Is tijdig ambulancezorg is heel belangrijk. Ja. Dus er is zelfs een wet opgenomen dat een ambulancedienst in 95% van de gevallen in een kwartier aanwezig moet zijn bij, mm-hmm. Bij een ongeluk, bij een incident. En dat is wel een beetje de basis performance KPI die in de zorg speelt, in mm-hmm. ambulancezorg. En waar wij ook veel dingen op ontwikkeld hebben. We doen eigenlijk een beetje twee dingen, zou je kunnen zeggen. We bieden advies, analysewerk. We hebben analisten in dienst en hebben daarvoor slimme algoritmiek, modellen, tools gebouwd. Maak een dashboard. Maken ook dashboards, simulatiemodellen, statistische AI-modellen. Ja. Voornamelijk in eerste instantie om ons eigen leven als analist makkelijker te maken. Maar de tools werken zo lekker dat we ze ook aan de klanten kunnen aanbieden. Ja. In de vorm van een softwarepakket. En dat is dan cloud-based pakket waar zij gewoon zelf die tools kunnen toepassen. We gaan zo meteen nog even inzoomen op die algoritmes en hoe dat werkt en waar je tegenaan loopt en welke data je wel gebruikt en welke niet. Ik ben ook benieuwd naar. Maar eerst even naar Nori Health. Want jullie maken in feite een chatbot. Komt het wel op neer. Ja, we zien het zelf eigenlijk dat we een chatbot gebruiken om ons doel te bewerkstelligen. Dus, je zei ook in ons voorgesprek, mijn doel is absoluut niet om een AI-bedrijf te worden. Nee, zeker niet. En ook niet om een chatbotbedrijf te zijn. Nee. Maar we gebruiken het wel allemaal om een bepaald doel te behalen. En wat eigenlijk onze missie is om het verschil in kwaliteit van leven tussen mensen met een chronische ziekte en een gezond iemand. Ja. Om dat gat te verkleinen of het liefst helemaal weg te halen. Dus daar zit een verschil van rond de 30%. En om dat doel te behalen, hebben we bepaalde middelen en technologieën nodig. Kan je eens een voorbeeldje geven wat zo'n chatbot op een willekeurige dag zou kunnen betekenen voor een patiënt? Zeker, het is zo dat het eerste gesprek draait er eigenlijk om iemand te leren kennen. Dus om te bepalen van oké, wat is de situatie van iemand? Wordt iemand bijvoorbeeld 's nachts wakker van symptomen? Of heeft iemand een heel levendig sociaal leven? Of juist niet? Of wat zijn de pijnklachten? Hoe heftig zijn die? Personalisatie. Ja, zeker. Ja. En ook dat zijn echt medisch gevalideerde vragenlijsten die ook in de ziekenhuizen worden gebruikt, zodat we ook die uitkomsten daarnaast kunnen leggen. En op basis daarvan zeg maar, komt er een structuur uit van onderwerpen eigenlijk. Dus dat is in eerste instantie best wel breed. Dus bijvoorbeeld dieet kan daarin terug
terugkomen als heel praktisch iets, of hydratatie. Of bijvoorbeeld een meer holistischer onderwerp zoals stress of mentaal welzijn. Dus daar wordt een soort van volgorde bepaald. En vanaf daar, zeg maar, wordt het steeds persoonlijker. Dus eigenlijk met ieder gesprek wat je voert, denkt Norrie van, hey, oké, nou ja, dit gaat de goede kant op. Hier zit waarde waar wat we kunnen behalen samen. Ja. Of niet. En zo niet, dan maakt hij een bocht naar iets anders. Zeg maar. En zo duikt hij eigenlijk steeds dieper in detail in verschillende onderwerpen. Dan is natuurlijk ook altijd de vraag bij startups, waar haal je geld vandaan? hoe zorg je ervoor dat je cashflow een beetje op orde krijgt? Want je wilt natuurlijk ook innoveren, je hebt ervoor programmeurs nodig. Ja. Volgens mij zit je niet zelf elke avond achter TensorFlow. Helaas niet. Ik vind het wel interessant, maar helaas. We zijn nog steeds best wel in een vroege fase natuurlijk. We zijn begonnen met de subsidie van de Europese Unie, mm-hmm. Om een prototype te bouwen. We hebben een investering gedaan met een angel 2 jaar geleden. En we zitten nu midden in een investeringsronde die serieuzer is, zeg maar. Dus met een investeringsmaatschappij en et cetera. Maar die wil natuurlijk ook weten van hè, wat is het toekomstige verdienpotentieel? Want die returns moeten ze kunnen waarmaken naar investeerders. Dus... Ja, wat we proberen te doen is om zoveel mogelijk patiënten te bereiken in grote groepen. Dus we zijn niet bezig om met Facebook advertenties 1 voor 1 patiënten binnen te slepen om die een abonnementje aan te smeren. Dus dat liever niet. Dus we werken op een B2B-basis samen met bijvoorbeeld farmaceuten, met patiëntenverenigingen, met ziekenhuizen. Nu ook bezig met huisartsen bijvoorbeeld. Dus op die manier proberen we klanten te vinden die we een voordeel kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het beperken van kosten, maar ook het geven van uitgebreidere support aan patiënten, zodat ze onnodige vragen niet hoeven te stellen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat ze niet constant aan de telefoon hangen met, hey, nog even een vraag over mijn dieet. Maar dat ze gewoon zelf het kunnen managen en goed begrijpen wat er gebeurt en waarom iets gebeurt. Dus. Wat ik bij jullie interessant vond, is dat je zei van, grappig genoeg hadden de ambulance diensten al best wel veel data. Ja, dat, die data, blijkbaar hielden die ambulances al ongelooflijk veel data bij. Ze deden er wel heel niet zo gek veel mee. Zeker 10 jaar wordt er voor facturatie eigenlijk voornamelijk heel veel informatie bewaard van de inzetten. Dus uiteindelijk moet een inzet door een zorgverzekeraar betaald worden. En daar gaat je data hard sneller van kloppen natuurlijk. Ja, echt elk datapuntje wordt bewaard. Dus wanneer een telefoontje wordt aangenomen, wie hem aanneemt, doorzettijd. Je kan het zo gek niet bedenken. Elk datapunt komt binnen. Ja. En langzamerhand zie je ook wel dat er steeds meer op gerapporteerd moet worden. Ook bijvoorbeeld vanuit de AZN komen er wel meer eisen en wensen om daar wat meer mee te doen met die informatie. Maar als je kijkt naar wat meer complexere, voorspellende modellen en dingen die je daarmee kunt oplossen, daar staat de markt nog wel meer in de kinderschoenen. En daar proberen wij juist op in te springen. Ik kijk eventjes kort naar de tijd, want een van de dingen waar ik nog graag met jullie over wilde hebben, was de uitdaging die jullie tegenkomen. Kijk, elke start heeft bepaalde uitdagingen. Die zullen jullie ook wel herkennen. Het vinden van talent, het vinden van financiering. Ja. Maar specifiek, wat we hadden in het voorgesprek met elkaar, specifiek voor de e-health sector, is er nog een andere uitdaging. Namelijk dat je vaak te maken hebt natuurlijk met grote traditionele spelers als klanten. En die willen vaak wel innoveren, maar vinden het wel lastig om daar een beetje gas op te geven. Ja. Wat is je ervaring daarmee? Ja, precies dat inderdaad. Dus kijk, als je het heel erg plat slaat, dan kunnen wij in principe volgende week een project starten. Mm-hmm. En als je kijkt inderdaad naar traditionelere organisaties zoals ziekenhuizen of farmaceuten, dan nemen zij daar 2 jaar de tijd voor. Ja, en die tijd heb jij niet. Nee, meestal heb je niet eens 2 jaar runway voordat, ja. Voordat het helemaal stopt. Dus je moet daar inderdaad een bepaalde balans in vinden en een bepaald tempo. En dus dat is inderdaad zeker een uitdaging. Dus maar ik denk met ieder project leer je en leren zij ook. Dus wat we wel zien is dat er ook actief wordt gevraagd van, hey,
We hebben laatst een pilot gedaan bijvoorbeeld met een farmaceut. En die vroeg ook aan het einde heel letterlijk van wat kan er beter van onze kant? Kunnen jullie aangeven hoe jullie dit hebben ervaren en waar kunnen we van leren? Dus dat hebben we ook aangegeven van we hebben dit en dit gezien. Dus het gaat dan vooral heel erg om het managen van het project en van de teams. Dus dat je niet na 10 vergaderingen ineens weer 5 mensen in een vergadering ziet die zeggen van hey, nou, zo vertel eens, wat doen jullie precies? Wat dus letterlijk best wel vaak gebeurt. Waardoor je dus steeds eigenlijk weer terug naar het begin wordt geworpen in plaats van dat je denkt van volgende week gaan we starten. En steeds dezelfde vragen krijgen waarschijnlijk die je al 3 keer hebt getackled. Precies, dus daar leer je ook wel van. Dus als we nu starten, dan zeggen oké, wat is het projectteam? Wie zijn erbij betrokken? Afgekaderd. Dat probeer ik inderdaad eerst ook niet te gebruiken, maar nu blijkt dat toch nodig is. Ja. Dus, tegen wil en dank. Zeker, ja, maar het is wel echt nodig. Dus dat je gewoon weet wie zijn erbij en daar stopt het ook. Yeah? En als iemand anders iets moet weten, dan kunnen jullie dat intern oplossen. Maar jullie hadden er ook last van, maar je hebt wel een oplossing voor gevonden. Ook. Ja, het is wel enigszins vergelijkbaar. Ik denk dat als je in de spoedzorg kijkt, dan moeten of dingen gisteren klaar zijn. Want dan komt de druk in de media dat de prestaties weer niet gehaald worden. En dan is er echt super veel haast bij. Of inderdaad, dan kan er wel gewoon een jaar over nagedacht worden. Wat voor een start-up bedrijf toch wel echt een lange tijd is om te overbruggen. Maar inderdaad hebben wij gaandeweg geleerd dat we bij nieuwe klanten niet moeten proberen gelijk 100% in te zetten, maar eerst eens bijvoorbeeld een klein onderzoek klein voor te stellen. Ja, precies. Een paar inzichten geven. Ja, en hoe klein het ook is, toch komen daar dan wel inzichten uit. Begin klein, dat is eigenlijk begin klein. Ja. En dan maak je ze een beetje enthousiast. En komt het wel, ja, precies. Tot slot, ik wil het ik wil afsluiten met ambitie. Want er is nog zoveel te doen, er kan zoveel. Wat is jullie ambitie? Waar hoop je toe te gaan in de komende periode? En dan is het 2 jaar, dat is 2 jaar zeg. Nou, als je kijkt naar dan voornamelijk ambulancezorg, waar onze main expertise ligt, dat is een kleine markt in Nederland. Er zijn er 25. Ja. Dus je hebt ze snel wel of niet, zeg maar. Dus bij ons is op een gegeven moment wel het plan om de landsgrens over te gaan. Maar je wil bij die ambulance blijven, je wil niet gaan uitbreiden naar de ook eerste, wel, eerste, maar, de, maar we willen wel, we merken wel dat ambulance is wel de kern waar wel onze expertise ligt en ook ons hart ligt. Ja, ook wel cool. Hè? Kleine jongetjes willen altijd met ambulance bezig zijn. Het is een droom werkelijkheid geworden. Ambitie, waar hoop je te staan over een paar jaar? Waar we heel graag heen willen groeien is dat dit onderdeel wordt van de vergoede zorg. Dus dat mensen dit kunnen gebruiken zonder dat daar voor patiënten kosten aan vastzitten. En dat het echt een bewezen voordeel heeft voor zowel patiënten als ook voor het zorgsysteem. Dus dat er kosten worden bespaard, dat er gezondheidswinst is. En als je dan een klein beetje de toekomst mag spieken, wanneer hoop je dat het zover zal zijn? Nou, we hopen in ieder geval dat we die case, zeg maar, over een jaar hebben staan. Ja. In ieder geval in Nederland, hopelijk ook in Engeland. Vanaf daar weer verder. Dus, spreken we je dan weer? Ja, lijkt me goed. Ja, zeker. Sok achter de deur. Ja. Ja, ontzettend bedankt allebei. Geweldig mooie verhalen. Jij ook bedankt voor het kijken naar deze allereerste editie van Studio Connect AI. Initiatief van de AI Hub Midden-Nederland en opgenomen vanuit het hoofdkantoor van de ROM Utrecht Region. Wil je op de hoogte blijven van de thema's die we de komende edities gaan behandelen? Volg ons dan op de bekende sociale kanalen zoals Twitter en LinkedIn. En wil je nou meer weten wat de AI Hub Midden-Nederland voor jouw organisatie kan betekenen of wat je kan doen om het ecosysteem te ontginnen met ons samen? Kijk dan vooral even op de website romutrechtregion.nl. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende editie.